Nou, aangezien het huis nu zo goed als uitgepakt is, dacht ik, ik geef nog weer even een rondleiding, zodat jullie een beeld krijgen van hoe het er nu uitziet. Dan beginnen we in de woonkamer. Dit is de woonkamer. Daar zit de meid even achter de tablet, want wij zijn nog even de laatste dingen aan het opruimen in een klein opslaghokje in onze slaapkamer. En dan kunnen wij dat even voor rust doen. Even een rondje. Dit is de woonkamer. Televisie. Staat er wat spulletjes van Dot. De stoelen. Hier staat nog een kast. Ja, daar komen jullie aan. Zeg maar hallo. Hallo. En daar staat nog ons bureautje. En zo is op dit moment de woonkamer verdeeld. Nou, en dit is onze speelkamer. Zoals je ziet, mooi ingericht. Overal staat het speelgoed van de meiden. Kunnen ze lekker spelen, lekker rommel maken, een mooi kleed waar ze op kunnen spelen. Dan komen we vanuit de speelkamer in de keuken. Hoi. Het is heel warm hier, je zult het niet denken, maar het is hier tegen de 30 graden aan. En als je dan nog wat uit te pakken hebt, dan puf je uit. Daar staat ook onze eettafel, de klok moet nog even opgehangen worden. Doe je net als de Zweden, die lopen ook allemaal de hele dag in de blote buik. En ook de keuken is ingericht met al onze spulletjes. Wat zei je, Casper? Ik zei, dan doe je net als de Zweden als het zo warm is. Die lopen ook de hele dag in de blote buik. Tot grote verbazing van Zoe en Nona. En vanuit de keuken kom je in de hal. En daar staat onze schoenenkast en dan hangen de kapstokken. Nog hier en daar wat spullen die we aan het opruimen waren. Natuurlijk de badkamer, mooi ingericht nu. Met al onze spulletjes, moeilijk te zien. Een doucherekje. En alles netjes. En boven aan het trappenland. En dan beginnen we even in Zoe's kamer. Zoe's kamer. De bed staat er. Hier staat het bureau. Even weer middenin gaan staan en een rondje lopen. We houden de gordijn even dicht, want de zon staat erop en het is hartstikke warm. De speelmeubel. En de inbouwkast natuurlijk met de kleren. En weer het bureau. En dan kom je weer bij haar bedje. Dan komen we bij Nola's kamer. Daar hangt Nola's vlaggetje al aan de verwarming. Daar hebben we Nola's kast. Zo'n lange, smalle kamer, dus die krijg je zo wel in één keer een. In beeld, speelgoedmeubel met nog even de omkleedkussen en achterin staat het bedje en het bureautje. Dan kom je zo in onze kamer. Daar zijn we nog een beetje aan het laatste ding aan het opruimen. Je ziet de kast, ons bed, mooi kleed. Daar heb ik nu een commode. Oh ja, daar staat de televisie even, die moet straks weer in het achterkamertje. De commode en de spiegel, want de badkamer is zo klein dat ik me tegenwoordig hier maar mijn haar moet doen en me moet opmaken. En dan kom je zo ook in dat kamertje waar we nog de laatste dingen aan het opslaan zijn. Want we merkten dat de kelder toch wel erg vochtig was. En daarvoor hebben we ervoor gekozen om alle stoffen, spullen, zeg maar, alles wat van stof is, zoals tassen en dozen met kleren die we nu niet nodig hebben, om die toch even hier op te slaan. Want nou ja, zoals je ziet is dit toch een best aardige ruimte. Waar we anders toch helemaal niks mee zouden doen. Want wij hebben hier gewoon een kledingkast. Waar de meeste van onze kleren in zitten. En dan kunnen we hier hebben we nog wat restjes kleren van ons in de stellingkast. Met name werkkleren, paardrijkleren, dat soort dingen. Slaan we hier alle dozen nog op. Die zijn we nog even uit de kelder aan het ophalen. Waarvan we denken, dat is echt niet handig als daar vocht een klein beetje in komt. En hier onze. Nou ja, overige jassen die we ook niet direct nodig hebben. En wat administratiespullen. Dus zo ziet het er nu allemaal uit. Ingericht en al. Nou ja, eigenlijk zoals het een gewoon huis zou moeten zijn. En dan afwachten voor hoe lang. Want we zijn gisteren wezen kijken in Exarad. Bij een huis wat we mogelijk gaan kopen. En het lijkt er eigenlijk nu wel op dat wij denken van nou, daar willen wij wel zitten. Dus de volgende stap, dat wordt navraag doen of er een campingvergunning mogelijk is.
En als dat zo is, dan denk ik dat wij ons plekje wel hebben gevonden. Maar daar horen jullie een andere keer meer over. Doei!